Welkom bij de Zomer van de Mix van MTNL, met vandaag deel 1 van de documentaire 100 jaar Verrier. Johan Henry Elisa Verrier. Onder het statuut was hij de eerste minister-president en de laatste gouverneur. Daarna was hij de eerste president van het onafhankelijke Suriname. In deze documentaire fragmenten van gesprekken met hem toen hij 90 jaar was. Het is het verhaal van de relatie tussen Suriname en Nederland in de 20e eeuw. Johan Verrier overleed op 4 januari in dit huis, in Oostgeest, waar hij tot het laatst nog zelfstandig woonde. Voor Joan en Kathleen, zijn jongste dochters, zijn de fotoboeken een schat voor veel herinneringen. Met de militaire staatsgreep van 25 februari 1980 begon de afbraak van de jonge democratie. En hierdoor zou Johan Verrier niet veel later afgesneden worden van Suriname. Het begon met openbare afranselingen en het eindigde in koelbloedige moord. Iedereen wist, iedere Surinamer wist, dat nadat dit gebeurd was in Suriname, dat er op deze manier de wapenen zijn ingezet, dat Suriname nooit meer het land zou worden dat Suriname geweest is. Tot 80. Leefden wij Surinamers in de overtuiging, een Surinamer schiet geen andere Surinamer dood. Heeft hem ontzettend geraakt. Een leger is een factor in een land dat in staat is omdat het de wapens heeft, als het niet onder goede leiding staat, verkeerde dingen te doen. Dat bleek over de hele wereld. De mensen die de besprekingen voerden, onder andere van Surinaamse kant, die meende zelfstandig land behoort een leger te hebben. Punt. Wat hij ook altijd zei, wij Surinamers zijn zo verbonden met elkaar. We zijn zo'n klein volk. Eigenlijk zijn we allemaal familie van elkaar. Eigenlijk hebben we met elkaar allemaal een verbinding. En een broeder vermoordt niet een broeder. Sommige mensen kunnen zeggen van ja, hè, hoe kan je dat nou zeggen? Nou, dat kon je zeggen. Dat kon je echt wel zeggen. Omdat we zo met elkaar vergroeid, opgegroeid zijn in Suriname. En zo met respect altijd in Suriname met elkaar zijn omgegaan. En dat ondanks de verschillen. Ondanks de verschillen. En dat is fundamenteel veranderd op die 8 december 1922. Mooi, hè? Die acties er overal. Kijk naar die bollen hier ook. Ja, het ziet er hier altijd zo verzorgd uit, hè? Ja, altijd mooi hier. Gelukkig heeft die zwarte kat witte pootjes. Ja, dat scheelt weer. Bij leven heeft Johan Verrier veel beloftes gedaan en nagekomen. Hij was een man van zijn woord. Eén belofte kon hij nooit meer waarmaken. Namelijk terugkeren naar zijn geliefd Suriname. Dat is wel genoeg, denk ik, hoor. Gaat het? Ja. Nee, gaat goed zo. Ze hebben ons ook altijd geleerd, je volgt de lijn van je leven. En van hun is hier geëindigd, hier in Oostgeest. Ja, papa en mama. Hij heeft altijd gezegd, en mijn moeder ook, ze verblijven in Oostgeest. En voor hun had dat de betekenis dat ze hier niet woonden, dat ze hier tijdelijk waren. Want hun woonplaats, hun hart, hun huis is in Suriname. Toen ik onderwijzer in de districten was, liep ik de mensen plat, zal ik maar zeggen, die bekend waren met analcitories. En ze vertelden me, als ik thuis gekomen was, schreef ik ze op.
Zo ben ik aan de kennis van Anna. Zo ben ik ook aan de kennis van voorheen in Suriname gekomen. Van de mensen, die oud-plantagebewoners, oud-staven en zo, die konden vertellen hoe het vroeger was. Ja? Mijn grootvader, van moeders zijde, heeft me ontzettend veel verteld over de Joodse kolonisatie in Suriname. Want hij wist er heel veel van. Mijn grootvader van vaders zijde is van, laat me het zo zeggen, Schots-Creoolse komaf. Dus die vertelde me over de Ferriers in Suriname, hoe het was. Dus daardoor had ik kennis van hoe het vroeger was in Suriname. Niet alleen hoe het vroeger was, maar hoe de Surinaamse Creool het goed kon hebben in Suriname, zonder minderwaardig zich te voelen. Want dat was een bepaalde eis van mijn ouders en mijn grootouders. Nooit minderwaardig zijn. Nooit je minderwaardig voelen aan de anderen. Want wat hij kan, kan jij ook. Wat hij kan jij ook. Op mijn 17e jaar stond ik voor de klas om onderwijs te geven. Toen ik 18 was, werd ik naar het district verplaatst. Want toen had ik de onderwijzersakte. En daardoor heb ik het leven in de districten van de districtsbewoners leren kennen. En ik werd toen op een van die openbare scholen op huwelijkszorg geplaatst. In Saramaka. Dat is tegenover Calcutta, waar nog petroleum wordt gevonden. Saramaka, ver van het levendige Paramaribo. Staatsolie lijkt bezit te hebben genomen van de kostgrondjes en het land van de keuterboeren. Nog steeds is hier de afstand tot de stad groot, niet alleen in werkelijke kilometers, ook in faciliteiten en ontwikkeling. Dat maakt het leven in het district zwaar, vooral ook omdat er nauwelijks werk is. Rond 1930 kwam Johan Ferrier hier als hoofdonderwijzer. Dat is de periode dat van overheidswegen het goede onderwijs dat in Suriname aanwezig was, werd afgebroken. We mochten geen gewoon lager onderwijs meer geven. We kregen eerst gouverneur Rutgers. Die vond het gewoon lager onderwijs was veel en veel te hoog gegrepen voor die districtsbewoners. Dus hij voerde toen in beperkt lager onderwijs, blow. Ze leerden te veel en daardoor wilden ze niet in de landbouw blijven. Dat was de achterliggende gedachte. Maar het werd nog veel erger toen gouverneur Kielstra wilde invoeren in Suriname het DESA-onderwijs. Want we waren veel verder in het onderwijs in Suriname, zelfs met zijn bloe, dan hij in de Oost had meegemaakt op de DESA's. Ik hoop dat het me gegeven zal zijn en dat ik de kracht zal vinden om in het belang van het nieuwe gewest dat mij is toevertrouwd iets tot stand te brengen. Kielstra, in de Surinaamse geschiedenis als een zeer autoritaire gouverneur bekend, die kreeg verschil van mening met de Staten. Ik was ondertussen in Paramaribo voorzitter van het Surinaams Onderwijzersgenootschap geworden. En ik slaagde erin alle onderwijzersverenigingen, de katholieken, de protestantse en de openbare, bij elkaar te krijgen om gezamenlijk te protesteren tegen de afbraak van het onderwijs. Het was idealistische samenwerking, waarbij we ervan uitgingen. Wil je ooit wat in Suriname bereiken, dan moet je zorgen dat de Surinaamse jeugd en het Surinaamse meisje de kans krijgt om te leren en verder vooruit te komen. Dus het onderwijs moest niet worden afgebroken, maar opgebouwd. En dat lukt. De onderwijzers weten de afbraak van het onderwijs tegen te houden. Ondertussen is Nederland in oorlog. Koningin Wilhelmina doet in 1942 een belofte aan Suriname. Na de oorlog komt er een nieuw koninkrijk, zegt ze.
en dat maakt veel los. Wij kregen toestemming van de politie voor openbare bijeenkomsten, omdat het gestoeld was op datgene wat de koningin ons had beloofd. De eerste bijeenkomst in Bellevue, het hele terrein en die hele bioscoop waren vol. En toen hebben we besloten, we gaan op de Unie Suriname. De Nederlanders in Suriname, de leidinggevende Nederlanders, hadden na het begin van de oorlog een vereniging opgericht, Suriname waakt. En onze slogan was Suriname ontwaakt. Dit zijn beelden van een recente bijeenkomst van de Nationale Partij Suriname, de NPS. De NPS is voortgekomen uit de Unie Suriname en was de eerste politieke partij van het land. Voorop liep bij de Nationale Partij Suriname onder andere Wim Bos Verschuur. Die is met Johan Adolf Pengel gaan praten aan de gemeente Lautersweg, waar hij zat te dammen om Pengel voor te stellen om in de Nationale Partij Suriname te komen. Pengel had daarin Abraweervi, dat is Freeman Groen, die kant van Paramaribo, had hij een zekere samenbindende functie. Freeman Groen, letterlijk vrije mansgrond. Het is de wijk waar de eerste vrije slaven kwamen wonen. Jopie Pengel had hier goede contacten waarmee hij stemmen aan zich kon binden. Op politiek niveau werd ondertussen verder gewerkt aan verandering van de relatie met Nederland. Nadat de akte van bevestiging is voorgelezen, daalt Hare Majesteit van de troon om het nieuwe statuut voor het koninkrijk met haar handtekening te bekrachtigen. Dit is het resultaat van de ontwikkeling die voerde tot het definitief opheffen der koloniale verhoudingen. Suriname en de Antillen waren volkomen basis eigen huis, waar we naar streefden. Dus voor de binnenlandse aangelegenheden, maar voor buitenlandse aangelegenheden was het koninkrijk verantwoordelijk. Dus de minister van Buitenlandse Zaken was van het koninkrijk in Nederland. Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen zijn thans verbonden in één koninkrijk, waarin zij, zoals de preambule van het statuut het uitdrukt, de eigen belangen zelfstandig behartigen, op voet van gelijkwaardigheid de gemeenschappelijke belangen verzorgen en elkaar wederkerig bijstand verlenen. En in 1954 vonden de eerste algemene verkiezingen onder het statuut plaats. Op een gegeven ogenblik kwam in de NPS een scheuring. Je zou kunnen zeggen de groep Pengel en de groep Findlay. En de groep Findlay stichtte met andere partijen het Eenheidsfront. En het Eenheidsfront woont in Paramaribo. Dat Eenheidsfront kwam naar mij toe. En ik werd dus de eerste minister-president van Suriname onder het statuut. Ja, Amir. Daar ben ik boel. Yo, abiso ni aikonde. Ibon i kokonato. Aikonde frei. I gansembe. Ane onderdan ik ibitare. Hier woonden ooit zo'n 5000 bosnegers. Het Van Blommesteinmeer. Een stuwmeer zo groot als de provincie Utrecht is de bron voor de Brokkeponder waterkrachtcentrale. Boomskeletten herinneren aan het tropisch oerwoud. Het water kwam en velen die het tot dan toe niet konden geloven moesten alsnog vluchten. De Brokkeponder waterkrachtcentrale was een van de speerpunten van de regering Verrier. De
het ging erom, niet alleen om wat we ermee zouden kunnen verwezenlijken, maar ook om te bewijzen dat in Suriname wel iets groots tot stand zou komen. De dam wordt 53 meter hoog. Als tenslotte de trotse Suriname rivier door de dam zal zijn bedwongen, zal dit water ons de energie leveren voor een welvarend Suriname. Maar we moesten het geld hebben. Dus kwam ik naar Nederland. Drees was toen minister-president. Hofstra was minister van Financiën. En ik zat nauwelijks aan die tafel of Hofstra zegt tegen me, het spijt me vreselijk, maar we hebben net een bestedingsbeperking voor Nederland afgekondigd. Dus financiële hulp zullen we niet kunnen geven. Ik zeg maar, mag ik dan tenminste de steun van jullie hebben bij het verwerven van de fondsen? Want dan ga ik nu naar Amerika. De eerste bespreking daar heb ik gehad met Mr. Black. Die was toen directeur van het Internationaal Monetair Fonds. Toen zegt hij, er is maar één mogelijkheid. Ik ga met de banken bespreken en u moet met de Alcoa gaan bespreken. Want de Alcoa was in Suriname met de Surinaamse bauxietmaatschappij bezig. Uiteindelijk hebben deze besprekingen ertoe geleid dat we de Alcoa, de naam werd veranderd in Suralco, Surinaamse Aluminium Company, bepaalde concessies gaven voor het opzoeken naar bauxiet en zij zouden meewerken aan het financieren van het stuwmeerproject. Dat na 75 jaar voor niet zou worden overgedragen aan Suriname. Het water zal tot in 1965 langs de stuwdam omhoog klimmen en zich dan door drukpauzen in de dam 40 meter naar omlaag storten om zo de waterkrachtcentrale te voeden. Gouverneur Curry draaide aan een hendel en de laatste stalen schuif van 50 ton zakte langzaam in het water. Een onderneming van gouvernement en bauxietmaatschappij bereikte een mijlpaal. Maar wij kregen daar ook een belangrijk aandeel in de energie die werd opgewekt. Gelukkig ook, want daardoor hebben we alle energieproblemen die daarna ontstonden kunnen oplossen dankzij het waterkrachtwerk bij Brokopondo. Maar het ging ook om dorpen van bosnegers. Daar heb ik volkomen begrip toen gevonden bij de Grammans. Vandaar dat ik later dus vroeg, laat mij bij de verwezenlijking van het Brokopondo-project de transmigratie gaan behandelen. Want ik heb onderhandeld met die Grammans. Transmigratie betekende? Het overbrengen van de mensen uit de dorpen naar de nieuwe woongelegenheden. De overheid zou zorgen dat ze daar onder tenminste dezelfde omstandigheden zouden kunnen wonen en leven. Voor de verdrevenen zijn woningen in gereedheid gebracht, maar waarschijnlijk zullen de bosbewoners daar nog wel een tijd vreemd tegenaan blijven kijken. In de transmigratiedorpen lijkt er ruim 45 jaar later niets veranderd. De meeste mensen wonen nog in dezelfde houten barakken van toen. De ganha outra de um bem um osso bate em cross bau de cada estata o que como tu aguenta tapar de o ataia o que dele não é de o quatro é o coche de osso aqui. Não o bita feti o demos onde tem canda o fu abe elf pack o de mato ministro aque onde tem canda o fu moço abe. We hadden in 1975 hadden we de grootste aluinaardefabriek ter wereld. Stond in Suriname. We maakten van een deel van die aluinaarde maakten we uit. Die aluinaarde, de Surinaamse bauxiet, maakten we zelf onze aluminium. En toen ik verdedigde in de Staten, toen was ik minister-president vooraf, het tot stand komen van de Brokopondo-overeenkomst, heb ik gezegd, er moet wat groots in Suriname tot stand komen. En dat zal het Brokopondo-project zijn.
Want onder het Nederlands bewind voor de oorlog waren er wanhopige Nederlandse ministers die zeiden, er komt eens, minister van koloniën, er komt in Suriname nooit iets terecht, helaas. Maar we hebben bewezen dat er wel wat terecht kan komen. En we waren in staat om dat tot stand te brengen op eigen kracht. In 1958 verloor het eenheidsfront de meerderheid in het parlement. En minister-president Ferrier schreef vervroegd de verkiezingen uit. Het eenheidsfront verloor. Ferrier raakte zijn functie als minister-president kwijt. Hij vertrok naar Nederland en werd adviseur van onderwijsminister Kals. En daardoor kwam ik ook voor Nederland. Dus in de voorbereiding van het Europees ruimteonderzoek en de Europese ruimtevaart. In 1959 en 1960 behoorde hij tot het selecte groepje Europeanen, mag ik wel zeggen, die vorm hebben gegeven aan het opzetten van die samenwerking in Europa in de ruimtevaart. En dat was niet echt vanzelfsprekend. Er waren heel veel krachten die speelden. Maar hij was daar vanaf het eerste moment bij en heeft daar ook zichtbaar meegewerkt aan de structuur, de organisatie en alles wat daarmee samenhangt. Hier is hij. Oh ja, hier was hij. Je was hier ook bezig om te regelen dat ESTEC in Nederland kwam. Ik heb voor dit programma een klein beetje onderzoek gedaan. En om eigenlijk het belang van meneer Ferrier te illustreren voor de Europese ruimtevaart, heb ik drie papieren. De eerste is een verslag van de eerste sessie van de ESA Council. Dat is het hoogste orgaan van de lidstaten die onze organisatie bestuurt. En die had plaats in maart 1964. En daar kun je uit lezen dat meneer Ferrier was lid van de Nederlandse delegatie. Dus hij vertegenwoordigde Nederland op het hoogste niveau. Delft had een goede naam dus. Delft werd naar voren geschoven. En we zouden ESTEC dus bij Delft kunnen plaatsen. Nederland kreeg ESTEC toebedeeld. Kals was heel gelukkig erover. Papa was in Rome. Hij was vaak op reis. En op een gegeven moment stroomde ons huis vol met bloemen. Ik kwam aan en zei, jeugd, zo'n grote ruiker staat hier, komt van de minister. En toen pas beseften wij wat er aan de hand was, waarom hij aldoor weg was. Wat bleek toen? De grond om Delft is drassig, dus daar zou ESTEC niet geplaatst kunnen worden. Toen Delft problemen opleverde, sprongen alle andere landen er bovenop om te zeggen, maar ja, als het geen Delft wordt, dan is de hele discussie moet opnieuw gevoerd worden waar ESTEC gevestigd wordt. Er is een wetenschappelijke groep hier naar Nederland gekomen en die besliste dat ESTEC moest komen vlak achter de duinen. Dan is het stevige grond. Maar Katwijk had bezwaren daartegen, want Katwijk wilde dat gebied dat aan ESTEC zou worden toebedeeld gebruiken voor uitbreiding van zijn woongelegenheid. Dus de minister van Binnenlandse Zaken die protesteerde namens Katwijk bij Kals. En in de ministerraadsvergadering van een vrijdag, ik weet het zo nog voor mijn ogen, belt Kals me op en zegt, je moet naar vanmiddag om 3:00 bij de minister van Binnenlandse Zaken zijn om hierover te spreken. Ik wist waar het over ging, dus toen ben ik eerst naar de burgemeester van Noordwijk gegaan. En die heeft met zijn wethouders toen beslist en een brief geschreven dat een stuk land van Noordwijk aan Katwijk zou worden gegeven voor zijn gebiedsuitbreiding. En om 3:00 was ik bij de minister van Binnenlandse Zaken. Toen de burgemeester van Katwijk er kwam en ik hem die brief liet lezen. Toen zei hij, we hoeven niet eens naar binnen te gaan, want dit is het antwoord op wat ik daar zou vragen. In
Het betekent dat Nederland op de kaart staat, zoals dat mooi heet, op het gebied van de ruimtevaart. Het zijn satellieten die ons de weg wijzen wat we wel en niet kunnen doen. En uitgerekend dat centrum staat in Nederland wil zeggen dat de activiteiten heel makkelijk toegankelijk zijn voor de Nederlandse samenleving. En het feit dat hier 2000 hooggekwalificeerde mensen werken uit alle delen van Europa, maar ook daarbuiten, heeft natuurlijk een geweldig economisch effect voor de regio en voor de Nederlandse samenleving in zijn totaliteit. Zij zouden natuurlijk ook het liefste bij hun ouders en broers en zussen in Suriname begraven zijn. Maar het is zoals het is. En de lijn van je leven, daar kan je niets aan veranderen. De dingen gaan dan zoals ze moeten gaan. En daar moet je, ja, daar moet je volgen, dat pad. Ja. Goed zeg. Ze moeten eerst open gaan. Ja. Als je er te veel aan trekt, dan voegen ze er weer aan. Teriden, tel je zegeningen. Vamos. Ferrier werd gevraagd als gouverneur van Suriname, in dienst dus van Hare Majesteit. Kort daarna hadden wij weer een familiekroetoe, waarbij ons gezegde die begon met de woorden: soms krijg je in je leven een verzoek waar je geen nee tegen kunt zeggen, als men voldoet aan jouw voorwaarden. En zijn voorwaarde was dat hij allereerst de belangen van Suriname zou behartigen. En als aan die voorwaarden niet voldaan kon worden, dan zou hij geen gouverneur geworden zijn. Hij was ook de eerste gouverneur die Surinaams eten en drinken introduceerde in het paleis bij grote staatsbanketten. Werd er geen aardappelpuree meer geserveerd, maar moxie alesi. Tot zover deze aflevering van de Mix. Voor meer informatie www.mtnl.nl en graag tot volgende week.